Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Mirjam en op dit kanaal vertel ik van alles en nog wat over mijn schrijversleven. En ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik heb afgelopen maandag deel 1 van De Liefdesformule gepubliceerd. En dat wist ik natuurlijk vorige week al lang toen ik die video plaatste met mijn jaardoelen. Maar ik wil dat gewoon heel graag geheim houden voor iedereen. Want het boek heeft een blauwe cover en afgelopen maandag was het Blue Monday en... ik dacht van, ik ga op de donkerste dag van januari, zoals we het noemen, ga ik een lichtpuntje brengen. En dat is het e-book Vereenvoudigde Breuk geworden. Klinkt natuurlijk allemaal heel wiskundig. Maar het is een feel-good verhaal over een docent wiskunde. En daarom dus ook dat knipoogje naar wiskunde. En ze maakt nogal wat mee. Want na de zomervakantie moet ze, Eline heet ze, moet ze... mentor worden van een vreselijke HAVO 2 klas. En dan maakt haar vriend ook nog eens een relatie uit. Dus het is allemaal heel, heel prettig, zeg maar, haar leven. Maar die zeus. Meer ga ik er ook niet over zeggen, als in over de inhoud van het verhaal. Want dat moet je natuurlijk zelf maar lezen. Het boek is te koop via Kobo voor €2,99. Ik ben nog aan het uitzoeken met andere publicatieplatformen en dergelijke gaat. Maar ik... vooralsnog wilde ik hem even via Kobo publiceren. En als je Kobo Plus hebt, kan je hem gratis lezen. En anders is het dus €2,99. Kosten van een kopje koffie buiten de deur, denk ik. Ik weet niet, ik drink nooit koffie buiten de deur. Ik drink überhaupt eigenlijk nooit koffie. Dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is niet zo heel veel geld. En je hebt er langer plezier van dan bijvoorbeeld inderdaad zo'n kop koffie of een ijsje. Nou, ik moet nu niet aan denken aan een ijsje, maar... maar zoals ik vorige week ook beloofde, zou ik wat dieper ingaan over het waarom van e-books publiceren. En ze hebben nogal wat dingen invloed op, maar ik ga er niet over liegen. Het financiële aspect is het grootste ding, zeg maar. Maar goed, voordat ik je daar wat over ga vertellen, eerst over alle verhalen die in mijn hoofd zitten... dat zijn er nogal wat. Ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt met het op het lijstje zetten. Want, en als er nu een nieuw idee komt, dan zeg ik achteraan aansluiten. En ik heb ook wel eens bij zo'n idee zoiets van, nou, ik laat het wel los. En als het terugkomt, dan is het blijkbaar de bedoeling dat ik dat ga schrijven. Maar goed, er zitten een heleboel verhalen in mijn hoofd. En niet elk boek gaat uitgegeven worden door een uitgever. Het schrijven van e-books geeft je ook de gelegenheid, tenminste dat merk ik zelf, om iets kortere boeken te schrijven. Net als de liefdesformule, elk boek krijgt ongeveer 25.000 woorden, want ik moet deel 2 en 3 nog afmaken. Dat heb ik nog niet gedaan. Maar je kunt wat kortere boeken schrijven. Want een uitgever wil toch meestal wel minstens 40.000 woorden hebben. Als het gaat om fictie. Bovendien gaat het proces van zelf publiceren via bijvoorbeeld Kobo. Als een e-book gaat ook veel sneller dan een boek publiceren via een uitgeverij. Dan krijg je heel vaak de vraag, bijvoorbeeld wanneer komt samen deel 5. Ja, we zitten gewoon vast aan een bepaalde... regeling en boekschrijven kost veel tijd. Maar door het schrijven van een e-book, door het alleen als e-book te publiceren, kan je best wel veel van die stappen ertussen uithalen. En dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Ik hou zelf de controle over dit verhaal. Dit is van mij. En daar gaat een redacteur niks over zeggen. Van... dit past niet helemaal bij onze uitgeverij. Of zou je dit anders kunnen doen? Het is gewoon mijn verhaal. Natuurlijk, als er iets niet goed is aan het verhaal, dan moet dat ook wel gewoon gezegd worden. Maar ik heb zelf de redacteursopleiding gedaan 2 jaar geleden. Dus ik ben wel redelijk goed in inschatten of iets nou wel of niet kan. En ik vind dit gewoon een goed verhaal geworden. Natuurlijk, het is geen Nobelprijs... zeg je Nobel of Nobelprijs, hè? Ja. Nobelprijs winnend boek. Het is geen hoogstaande literatuur, maar het is wel een heerlijk verhaal om bij weg te dromen. En daar gaat het toch eigenlijk ook wel eens om. Zoals ik al zei, het financiële aspect
is een heel groot onderdeel van waarom ik e-books in eigen beheer uitgeef. De kosten van een e-book uitgeven zijn laag. Ik heb zelf met Canva de cover ontworpen. En tuurlijk, als ik een grafisch vormgever had ingehuurd, was ik meer geld kwijt geweest. En dan was de cover waarschijnlijk ook nog beter geworden. Maar ik vind het nu ook leuk. En een van mijn vriendinnen die zelf grafisch ontwerper is, of tenminste die heel veel grafische ontwerpen doet, die vond ze ook leuk. Dus dan denk ik, nou, ik vind het wel best. Dus wat dat betreft, daar heb ik wel geld mee bespaard. Nou ja, ik heb wel Canva Pro, dus wat dat betreft, het kost wel, wel iets. In het geval van vereenvoudigde breuk krijg ik 70% van de royalties. En Kobo zelf krijgt 30%. Bij het prijs van de meisje van de klas is het wat lager, omdat die prijs lager is. Je moet zeg maar minstens 2 euro vragen, wil je 70% van de royalties krijgen. Nou, ik heb het volgens mij al eens verteld. Bij mijn uitgever krijg ik 8% van de royalties. Vind ik zelf ook begrijpelijk hoor. Het is absoluut geen aanval richting uitgeverijen waarom dat ze niet veel betalen. Maar ja, bij mij zijn mijn boodschappen ook niet gratis. Zeg maar. Maar en een uitgever, ik weet, een uitgever heeft zelf ook heel veel kosten aan het uitgeven van een boek. Want ik ben niet voor niks bij e-books begonnen in plaats van fysieke boeken uitgeven. Want dat is gewoon een te grote investering op dit moment. Daarnaast, zoals mijn geliefde echtgenoot altijd zegt, ik ben geen filantropische instelling. Ik schrijf verhalen, ik vind het fantastisch en ik vind het ook heel leuk om mailtjes te krijgen van meiden dat ze zo genieten van mijn boeken en dergelijke. Maar ik moet aan het einde van de dag ook gewoon eten. Ik kan niet leven van, oh wat heb je dit goed geschreven en oh wat heb je dit leuk gedaan. Dat werkt gewoon niet. Ik heb 4 jaar lang een vervolgverhaal op mijn blog gehad. Daar heb ik geen cent aan verdiend. Ik heb er wel heel veel van geleerd over schrijven en dergelijke. En ik wil uiteindelijk ook de boeken van die meiden daarover echt boeken gaan schrijven die met meer diepgang en dergelijke. En die wil ik dan in eigen beheer uit gaan geven. Maar vooralsnog heb ik niks aan dat vervolgverhaal verdiend. En dan krijg ik de vraag, komt er een nieuw vervolgverhaal? En dan, dan moet ik gewoon met nee antwoorden. Want schrijven betekent op dit moment veel meer voor mij dan 4 jaar geleden. 4 jaar geleden had ik een baan van 20 uur ernaast. Tenminste, ik werkte 20 uur per week. Gewoon goed betaalde baan. En toen hoefde ik niet van het schrijven te leven. En nu is dat wel mijn streven, mijn doel waar ik voor ga. Ik wil kunnen leven van mijn schrijfwerk. En ja, dat kan niet als je dingen gratis weg blijft geven. Natuurlijk, ik heb mijn baan in de wedloop. Maar zoals je kunt voorstellen, in boekhandels en dergelijke is het op dit moment best wel heel zwaar werk. Of het is niet zwaar werk. Maar het is, de boekenbranche heeft het gewoon zwaar. Ik wil liever niet afhankelijk zijn op financieel gebied van die baan in de boekhandel. Nou, dekt mijn baan in de boekhandel op dit moment de kosten. Maar het kan verder niks sparen of zoiets dergelijks. Ik ben er gewoon heel erg eerlijk in. En daarbij, ik heb pas uitgerekend en het is echt niet slecht. Ik heb in 2023 ongeveer 6000 euro verdiend met schrijven. Oké, ik moet nog wel belasting en dergelijke van af. Maar 6000 euro klinkt als heel veel geld. Zeker als je een jaar of 12, 13 bent. Dan denk ik, nou, dat is heel veel geld. Maar in de grote mensenwereld kom je met 6000 euro niet zo ver, helaas. Niet in een jaar. Als je 6000 euro in een maand krijgt, ja, dan, dat is makkelijk. Tegelijkertijd is het een enorme groei ten opzichte van het eerste jaar dat ik betaald kreeg voor mijn schrijfwerk. Dat kreeg ik namelijk 461 euro, volgens mij. Aan het einde van de dag moet ik dus ook gewoon eten. Ik wil kunnen leven van mijn schrijfwerk. Nou, e-books publiceren is wat dat betreft een goede manier om een stabieler inkomen op te bouwen. En ik ga me echt niet alleen maar focussen op e-books. Want ik ga ook, er komt gewoon ook weer een vijfde deel in de samenserie. En ik ga mijn best doen om een zesde deel te schrijven. Ik ga blijf gewoon ook young adult schrijven, is de bedoeling. En ik ga werken aan mijn manuscript van de stad en dergelijke.
Maar omdat je met de verkoop van één fysiek boek als auteur meestal niet zoveel verdient. En soms vragen mensen wel eens aan mij, maar waarom verkoop je dan je eigen boeken niet? Daar staat bij mij iets over in mijn contract. Ik mag niet zomaar 100 boeken bij de banier inkopen van wow, ons huis is vol en ze zelf gaan verkopen. En dat doen ze omdat ze de verkoop in de lokale boekhandel willen stimuleren. En dat wil ik zelf ook heel graag. Ik ga niet tegen dat contract in. En ik weet dat er uitgevers zijn die er anders over denken en dat je andere contracten hebt. Maar ik denk dat als ik zelfs al zou ik met een fysiek boek uitgegeven zijn bij een andere uitgever, zou ik nog steeds die boeken niet op grote schaal zelf gaan verkopen. Mogen andere auteurs helemaal zelf weten hoor. Dit is niet een soort van, oh jij doet dat, wat erg. Maar ik wil gewoon heel graag dat lokale boekhandels blijven bestaan. Want als er geen lokale boekhandels meer zijn, dan word je als auteur dus echt compleet afhankelijk van de verkoop die je zelf doet. Dus wat dat betreft, ik blijf daar gewoon vanaf. En op het publiceren van e-books is dus mijn manier om wat extra geld te verdienen. Nou moet ik zeggen, ik heb best wel heel lang een beetje kritisch gestaan tegenover boeken in eigen beheer uitgeven en zomaar alles op Kobo kwakker, zeg maar, zonder er enige aandacht aan te besteden. Ik vind persoonlijk wel, het publiceren en verkopen van e-books werkt denk ik alleen als je al wel wat naam hebt opgebouwd als auteur. Want als niemand jouw naam kent, dan moet je zelf heel veel tijd en aandacht besteden aan de promotie. En dan vraag ik me af of het de kosten waard zijn. Ik heb zelfs geen idee of het bij mij de moeite waard is van het schrijven, publiceren en dergelijke. Maar dat is dus het mooie van die e-books. Dan kom ik weer op dat andere terug. De kosten zijn laag, dus het is een mooi uitprobeersel om te kijken van, werkt dit? Kan ik hiermee een leuk extra inkomen opbouwen? Of moet ik gewoon toch maar een keer een bestseller schrijven? Dat zijn wat gedachten van mezelf hierover. En ik heb volgens mij wel eens vaker video's gedeeld over waarom ik het dus wel gewoon belangrijk vind om boeken te verkopen. En hoeveel je als schrijver verdient. Dus ik hoop dat mensen ook gewoon begrijpen dat ik gekozen heb om een e-book te publiceren. Net niet weg. Ik heb echt wel goed mijn best gedaan op dit boek hoor. Het is niet zo, ik heb iets geschreven en op Kobo geplaatst. Ik heb er echt wel aandacht aan besteed. En goed over nagedacht. En persoonlijk denk ik dat het beter is dan mijn debuut. Dus sowieso. En tuurlijk, het is niet mijn fysieke boeken die uitgegeven worden, die krijgen nog steeds wel de meeste aandacht. Maar ik heb hier ook volgens Jaap meer aandacht en tijd ingestoken dan nodig was. En zijn mensen lezen het toch wel. Dus ik ben benieuwd of mensen het gaan lezen. Of mensen nieuwsgierig zijn naar de avonturen van Eline Snel. Ik heb uiteraard even een linkje naar het e-book in de beschrijving van deze video gezet. Dus als je nieuwsgierig bent geworden hiernaar, ga hem zeker lezen. Termijn voor deel 2. Ik heb het in mijn blog al geschreven. Het is 19 februari, komt het tweede deel. En ergens in maart komt deel 3. Ik ben de datum kwijt. Ik ben heel erg benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. Misschien dat ik eind van het jaar nog een soort update video plaats van hoeveel heb ik nou verkocht. En was het inderdaad de moeite waard? En helpt het me om een stabieler inkomen op te bouwen? Ik hoop daar aan te denken, zeg maar, aan het einde van het jaar. Nou, ik hoop dat je dit een interessante video vond. Dat je een beetje mijn beweegredenen begrijpt achter het zelf publiceren. En nou ben ik wel nieuwsgierig. Ga jij de liefdesformule lezen? Laat het me weten in een reactie. Ben je nog geen abonnee van mijn kanaal? Wil je geen video meer missen? Abonneer je zeker even. En maak er vandaag een super mooie dag van.